Welkom bij de 8e aflevering van de Maas-Moezel-Rijnroute van de Parel Boottrips. Vandaag gaan we van Givet naar Revin. En voor ons een hele spannende dag. Onze eerste sluisje, waar gelukkig nog de touwtjes worden vastgemaakt. Later moet je dat allemaal zelf doen. Wat opvalt, ze zijn kleiner van formaat. Maar schrik niet, ze laten hem wel heel snel vol lopen. En dan dit. Zo, dat was even spannend. Voor ons de eerste keer door een tunnel heen. 5 meter breed, ja, en de parel is 3,70 breed. Je hebt er wel wat over hoor, maar het is toch een aardig stukje. Gelukkig is dit in onze planning de langste tunnel. Wat als gelijk opvalt hier in Frankrijk, mooie aanlegplekken. Kijk, ook in dit dorpje. En je zal er straks nog meer zien. We kunnen aanleggen, stroom, water, alle voorzieningen. En sommige van deze aanlegplekken zijn gratis.
Ja, en hier ziet u dan zo'n signaalpaal waar je op het knopje moet drukken op het kastje wat je aan boord hebt gekregen. Ja, druk je op dat knopje, dan moet de sluis open gaan. Groen, rood en dan gaat hij klaarmaken. Mocht die in storing staan, ja, dan heb je een klein probleempje. Maar in het begin, bij het via het halen, heb je een telefoonnummer gekregen. Die mag je bellen. En dan mag je zeggen welk nummer de sluis heeft en die in storing staat. Onze ervaring is, in de loop van de dagen, dat met 10 minuten aan een kwartiertje de monteur aanwezig is. Thank you.
zijn we weer toegekomen aan de laatste sluis van de dag. En wat reed je? Een verval van dik 4 meter. Omhoog. Ja, dan moet je wel de lijntjes eerst omhoog brengen. Want ja, jullie zien het, geen gleufjes waar je hem even vast kan zetten. Het is altijd even spannend. En zeker omdat de schutting best wel hard gaat. Maar we winnen er al en we mogen niet klagen. We zijn aangekomen in een ravin. En als je daar komt, ja, daar is er weer een. Een tunnel. Deze tunnel was wel verlicht. Dat is prettig. Maar net zo smal of net zo breed als de vorige. Best wel trots. 2 tunnels vandaag. Voor het eerst zoveel tunnels gevaren. En 7 sluizen. Daar hebben we er ook nog bij. Een mooie tocht. Echt van genoten. En dan ben ik in Ravin aangekomen. De Maas op en dan gelijk een bocht van 180 graden terug naar de jachthaven van Ravin. En wat een plaatje. Dit is de jachthaven van Ravin. Echt een hele fijne jachthaven. Misschien wel de mooiste die we tot nu toe voor vandaag hebben gehad in onze trip. Hier mag je wel betalen. En als ook die zoveel. Maar dan kan je ook douchen en ook de wasmachine gebruiken, de wasdroger gebruiken. En een trotse havenmeester die je alles wil vertellen. Ja, een mooie jachthaven. Als slot van deze aflevering. Dank u voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende aflevering die nog mooier en nog spannender wordt. Vergeet ons niet te liken en abonneer op ons kanaal.